Ja, dat gaat niet hier opeten. Nee, dat niet. Het is soms echt zo druk, hè, als hier gaat opeten. Nee, geen tomaten. Ah, geen groenten. Groentjes niet. Nee. Ja, wel kaas. Nee, geen groenten. Hele goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag alweer, namelijk woensdag 30 maart 2022, ja. Het is nou 2:05 in de middag, ja. En met wie zal ik lopen? Ik loop even alleen lekker met haar. Eventjes weer eventjes een quality time met haar. Zo vaak heeft ze die ook niet, maar... Ro is even nu met de zusjes. Heerlijk. Dus ja, wij gaan zo meteen weer even naar de dierenvoedselbank. En wat we allemaal voor de rest nog gaan doen. Geen idee. Ro die moet weer vannacht werken. En wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze nieuwe vlog. Nou, nu even wachten op Ro, want die is even naar de WC. En ik ben even bij de kruidvat geweest, want ik moest even wat halen. En dat is dus namelijk deze. Ja. Dus die heb ik even gehaald. En nu is het even wachten op Ro zelf. Dus ja, ik ga even wachten op Ro nu. En dan gaan we even naar de overkant. Met de Jumbo. Kijk, daar staan we tegenover. De Jumbo. Dus, ja. Dus nu is het even wachten. Ja, Rodi komt er al aan. Kijk, helemaal gezellig. Kijk. Hey, schat. Hi. Hoe gaat ie? Ja hoor. Ja hoor. Nou, dat komt lekker vrolijk uit bij jou. Ja hoor. Nee, gezellig, vrolijk. Hoe gaat ie? Ja hoor. Ja hoor, prima. Prima, prima, prima. Dit is lekker gevaarlijk hoe zij het heeft. Maar oké, hier ben ik. Dus bots. Pak jij karretje? Ja, helemaal goud. Helemaal top. Ja, Rodi gaat het karretje pakken. Kijk, let op, hè. Let op. Ik ga niet hier opeten. Nee, dat niet. Het is soms echt zo druk, hè, als hier gaat opeten. Nee, geen tomaten. Ah. Geen groentjes niet. Nee. Wel. Ja, wel kaas. Nee, geen groenten. Dankjewel. Ga jij eens kijken of het op je handen. Dan kan hier op eten. Kan ook. Lekker wel eten hier. Ja. Eten. Kun je even een paar koen neerzetten? En hier op eten. En dan komt het beneden weer uit. En dan gaat hij weer en dan komt hij beneden weer uit. Nog een keer. Ga je weer flippen? Ja. In de... ja, tuurlijk! Ja!
En die hele bak en die mag erop. En die hele bak. Zonder bak. Ja, en de inhoud van de bak mag er helemaal op. Nee? Ja, en die hele bak mag erop. Lekker. Daar is ik al, en die hele bak. Mozzarella ook lekker. Nog basilicum. Nee. Hadden we toen wel. Hadden we toen wel. Te pittig. Te pittig. Ja. Pittig, ja. Oh, die mag wel. Hè? Oh, die mag wel. Mooi. Thank you. You're welcome. Nee, gaan we niet doen. Nope. Gaan we eens hier eens even kijken wat we hier allemaal hebben. Voor lekkers. Een hotdog. Voor geen idee. 50 cent nog voor je. Ja, daar zat ik ook al even na te kijken, maar ik zie geen prijs erop. Korting erop, lekker. Ook geen korting? Nee, ik zie ze niet. Is het voor regeling? Hè? Wat zei je nou? Is het voor regeling? Ja, dat weet ik niet. Geen idee. Geen korting. Nee. Euro. Ja, een eurotje, ja. En hij is wel lekker aan het trillen en aan het piepen. Ja, hij is aan het trillen en aan het piepen. Ja, 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 we komen eraan. Bro is eventjes aan het controleren van wat waar kan. Herverdelen. En dan moet ik de hooi hebben, dan knal ik die en naar de schuur toe zo. Hoi, hoi, hoi. Ja, dankjewel. En jij doet die tas naar boven? Hoi, hoi. Hé? Hey? Ja. Mooi, dan zie ik je zo boven, ja? Toppie! Roderick die zit even lekker daar, eventjes aan de administratie voor mij. Helemaal goed, hè schat? En jij gaat soms dan even jouw saté warm maken? Nou, ik heb wel pizza gehad. Ja? Dus die satéetjes die neem ik misschien lekker mee als dat mag van jou. Ah, tuurlijk, schat! Lekker voor de neus van de collega's op de soos opeten. Alleen, ik wou gisteren dat bruine bolletje eten. Die je mij had gegeven. Ja. Maar daar zat komkommer op wat niet meer helemaal goed was. Okay. Dus die heb ik gewoon... En die en die... Die heb ik gewoon daar naartoe geknald. Die hele broodje. Want ook zelfs op en op het room zat iets op wat niet meer goed was. Dus die heb ik gewoon daar naartoe gedaan. Doneert aan de natuur. Ja, precies. Okay. Dus ik denk, nou lekker, weet je. Eindelijk is even wat van... Okay. Maar nee. Nee, hij aandacht van de baas, hè? Hij dansen. Ik kreeg toch, wanneer was dat? Was volgens mij gisteren. Hey, schat, even. Dat was volgens mij gisteren en anders was het eergisteren. Weet jij nog dat ik met een vrouwtje met haar hond mee ging lopen? Een hele tijd terug, dat was vorig jaar. Met zo'n zwarte grote hond. Die zo van training gaf, zeg maar. Ja, precies. Nee, weet ik niet meer. Nee, oké. Okay. Goed zo. Nee, maar ik kwam... De honden die gingen namelijk blaffen. Ja. En ik ging kijken. En toen was hij dus bezig met zijn hond. We waren samen aan het lopen. Ja. Hij, zij en de hond. Ja. En hij had de hond gewoon wel los. Maar wel aan de lijn vast aan die hond. Ja. En gewoon, hij liep netjes achter hem aan. Okay. Dus dat progressie, helemaal top. Mam, ja? Wilt u even heel goed luisteren naar Roderick? Dan? Ja, even goed luisteren. Vrijdag 32 maart wilde even langskomen, schrikt dat dan? Oh, sorry, je gaat te snel. Vrijdag 32 maart wilde graag even langskomen, schrikt dat? 32 maart op bestaan. Oké.
Want vrijdag komt er een leuk vlogje online, zeg maar, op voor 32 maart. Oh, oké. Okay. Precies. Wel leuk, grappig. 32 maart, ik denk dat bestaat niet. Nee, precies. Het leek toch om 1 april grap te gaan. Aha, leuk. Ja, gezellig. Ja. Zo, ik ga nu even team, zullen we... Ja, je gaat team opzetten. Ja, dat is de bedoeling. Ja, maar dan, je moet wel even goed te verstaan zijn. Want waar is de vraag van het zeggen? Oké, okay. En ik heb nog een verkeersvraag aan u. Misschien dat u het antwoord erop weet. Ga je gang. Stel, het is een smal landweggetje. Ja. Met een brug over een rivier heen. Ja. Stel, u hebt een rijbewijs en u rijdt auto. Of iemand anders rijdt auto. Het landweggetje is zo smal dat er maar één auto tegelijkertijd op kan rijden in de breedte dan, hè? Ja. En niet in de lengte? Nee, in de breedte. In de breedte, dan kan je geen zo. Het is langer dan breed, zeg maar. Dus ja. Je kan niet draaien. Nee. Op een bepaald moment komt de auto bij de brug aan en blijkt dus dat die brug gesloten is vanwege calamiteiten, onderhoudswerkzaamheden, etc. Maar de achteruit van de auto is stuk. En u kunt niet draaien. Hoe komt u weer terug? Lopend. Ja, met de auto moet u weer terug. Ja, nou, achteruit rijden. Echt niet. Nou, ik denk gewoon in de achteruit te zetten. Want de achteruit is stuk. Oh, ja. Oké, dan. Ja. Ja, maar als ik het snel zeg, dan klinkt het als achteruit. Maar ik zeg achteruit. Ja. Precies, dus dat. Ik vond het wel grappig. Echt meer leuke dingen. Schat, zachtjes. Dan wil ik filmen, want jullie waren er bovenop. En dan gaan jullie daar naartoe. Kom. Allebei, kom. 1, 2. Ilonio, kom. Bolly, kom. Ja, jij ook. Ja, Roderick die zit ook nog gezellig even nog bij me. Hè, schat? Mm-hmm. Mm-hmm. We zijn even druk bezig. Het is daar. Dus, maar ik heb een pakketje binnen. Die ga ik even met jullie gelijk even openmaken. Ja. Ik heb twee dingen besteld. Het kan of een kabel wezen of het kan een geheugendingetje wezen. Ja, wat zal het zijn? Wat zal het zijn? Ja. Die kan even daar naartoe. Hé, hey, geheugen. Voor mijn dingetje, schat. Hé, hey, kijk. Ah. Ja. Dus die ga ik zo meteen even gelijk indoen. Yeah, joepie de poepie. Zo, gaan we kijken of er nog de baas zo weggaat. Jij, hè? Ja, de baas gaat zo weg, hè? Ja. Ja, dat weet ik. Ja, de baas, ja. Dag, schat. Trusten. Trusten, schat. Nou, die gaat lekker slapen. Ja. Zo, zoals jullie weten zijn wij dus weer vandaag, zoals eigenlijk bijna altijd, elke woensdag of soms op een donderdag. Maar vandaag dus naar de dierenvoedselbank geweest. En er staat weer een mooie tas voor mij klaar. Dat ik dus die moet gaan uitruimen en in de tonnen alles moet gaan doen. Hé, Lofli, kom eens hier. Hé, schat. Hi. Hé, schatje. Dankjewel, dankjewel. Jij bent lief.
Mwah. Hé, dit? Ja. Dus ik ga dat eventjes doen. Ga ik zometeen even weer koken. En dat is weer lekker makkelijk. Lekker met aardappeltjes, broccoli en zalm in mosterdsaus. Ja, van Iglo. Oh, zo lekker is dat. Oh, lekker. Ik ga me even klaarmaken, want het is aan het regenen buiten. Dat is niet lekker. Nee, dat is helemaal niet lekker. Dus ik heb al mijn sjaaltje om. En dan ga ik me zo even mijn jas aandoen. En dan ga ik met 1, 2 en nummer 3. Ik zal het even laten zien. Daar ligt nummer 1 op dit moment. Hier ligt mevrouw 2 en daar ligt mevrouw 3. Daar ga ik dus zometeen even mee. Ja. Dus ik doe even mijn oplader eruit. Ik ga even mijn jas pakken. Het zou al koud wezen buiten nu, denk ik. Jeetje, mina. Het zou ook koud worden, hè. Dat zou ook weer de weer zijn verwachtingen. Want er zou ook sneeuw en alles komen. Dus ik kan niet weten. Ik zal het echt niet weten hoe en wat. Hoe het weer zich gaat veranderen. Ik weet het echt niet. Geen idee. Ik zal even mijn medicijnen er even uithalen. Ik zal deze er even uithalen. En deze er even uithalen. Ik zal ook... Deze eraf uithalen, heb ik nog niks aan. Ik zal deze even weer goed vastzetten. Want ook die wil nog wel eens losschieten. En daar hebben we allemaal niks aan. Zo. En dan ga ik dropjes voor mezelf pakken. En dan ga ik gewoon even een normaal rondje met ze. Dus. En dan zal ik even mijn eigen dropjes pakken. Die vind ik lekker. Ja. Ja, ja. Dat zijn van deze lekkere stavies. Stavies vind ik altijd lekker. Ja, het is een beetje slecht voor me. Ik weet het. Drop jongens. Ik weet het. Snoepen is niet goed voor je. Ik weet het. Maar beter iets dan iets. Zo. Even zo, 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 zo. En dan pak ik eventjes hun zakje. Zodat daar ook wat lekkers in kan doen, zeg maar. Deze ga ik pakken. En die ga ik dan even ook even vullen. En dan ga ik met ze lopen. En daar zit ik dan gezellig op bed in de slaapkamer. En het is nu 5:10, midden in de nacht. En dat betekent dat ik lekker ga slapen, want ik kon niet slapen. Lady lag lekker bij me, lekker te kroelen, heerlijk. Doet ze ook niet meer zoveel. Maar ze had er nou lekker zin in. Dus dan ga ik ook lekker bij de kroelen. Want ja, Lady wordt ook een dagje ouder. Dus ja, hè? En als ze daar even om vraagt, dan geef ik er ook lekker aan toe. Maar nu ga ik lekker slapen. Om 9:30 krijg ik Karin. Dus ik moet inderdaad even gaan slapen. Roos straks weer vrij. Dus die bel ik rond 1:30, 2:30 weer op. En dan ga ik jullie nou bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier. Doe het belletje gelijk even aan. En vergeet sowieso het blauwe duimpje niet. Nee, eigenlijk moet ik het daar doen, hè. Hier en hier abonneren. Ik weet het even allemaal niet. Volgens mij is het hier abonneren en het belletje aan. Nee, niet waar. Het zal wel. Jawel. Geen idee, trouwens. Ik vind het helemaal prima. Ik zou zeggen, abonneer gewoon. Belletje aan, duimpje omhoog. En reageer even. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.